Hallo allemaal, ik ben Thomas van het YouTube-kanaal Gewoon Thomas. En ook vandaag duik ik weer in de wereld van zorg en welzijn. Het is natuurlijk heel erg leuk om in de zorg te werken, maar welke opleiding moet je daar nou precies voor volgen? Als het goed is, staat hier binnen Jacqueline op mij te wachten. En Jacqueline is een begeleider hier van de opleiding. Bent u als het goed is Jacqueline, ja, klopt dat? Ik ben Jacqueline. Hallo, hoi, Thomas. Ik ben Thomas, even de andere hand. Hi. Ik had verwacht dat ik een opleiding binnen kan lopen, maar het ziet er niet uit als een opleiding. Dit is een verpleeghuis. Het is een verpleeghuis. Verpleeghuis. Okay. En hier zijn leerlingen uit het ZPO, zeer praktijkroute aan het werken en leren. Oké. Okay. Maar die zitten hier niet aan tafel. Nee, want waar zijn de studenten? Op de woning, aan het werk. Nou, succes. Aan het werk dan maar. Hier links zijn dus alle woningen. En als het goed is zitten hier binnen Willeke en Vivian op mij te wachten. Die zijn dus nu eigenlijk aan het studeren. Best gek eigenlijk. Het ziet er ook eigenlijk gewoon uit als een heel gezellig normaal huis. Oh kijk, nou dat is snel. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, dankjewel. Nou, hier ziet u een van de studenten. Nog een student. Kijk, hoi. Geef een andere hand. Ik ben Thomas. We beginnen 's morgens meestal met de verzorging. De mensen zijn naartoe aan een kopje koffie, dus misschien kunnen we even koffie... Ik heb zelf ook wel trek een kopje koffie. Wat maakt dit voor jou nou zo... Oh, ik weet niet eens hoe dit werkt. Moet je op die knop drukken? Wat maakt het voor jou nou zo bijzonder dat je het eigenlijk allemaal in de praktijk mag leren in plaats van de studieboeken? Het werkt veel makkelijker. Je kunt dingen van de praktijk kun je dus samen voegen met de dingen van de theorie. Dus je maakt het eigenlijk gelijk in real life mee in plaats van dat je het ergens moet lezen of in een tentamen misschien moet uitleggen. Ja, dat klopt. Die is voor Therese. Oh, kan ik mijn eerste klusje gaan doen? Maar dat is lief. Alsjeblieft. Dat is zo'n leuke jonge man. Nou, ik vind het ook heel gezellig. Zo denk ik aan mijn kinderen, had ik dat zoiets zien. Ja? Ja. Nee, maar we hebben net heel gezellig koffie geschonken. Maar moet je ook niet gewoon leren rekenen, talen en dat soort dingen die ik persoonlijk heel suf vind? Helaas wel. Helaas. We krijgen 2 uur rekenles. Ze doen allerlei oefeningen, krijg je eindtoetsen, moet voldoende zijn. Moet voldoende zijn? Ja. Is die al voldoende of niet? Gelukkig wel. Gelukkig, gelukkig. Nou, we zijn nu wel gezellig aan het kletsen, maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden. Dus we gaan nog even de was opvouwen. Oké. Okay. Mevrouw. Daar ben ik heel goed in. Waar gaan we beginnen? Maar zo vouwen we toch geen was op. Doe ik het goed zo? Ja. En u komt uit Frankrijk, hoorde ik net. Ja, ik ben hier de Rouen. Nogmaals. Hoe staat van Normandie? Zo. Nou, high five. We gaan nu naar een gesprek toe. Wat voor gesprek is dat? Het is voor de terugkoppeling van je werkproces. Oké. Voor wat jij vandaag dus eigenlijk hebt gedaan. Ja. Nou goed, daar zijn we weer. Hey, hi Vivian. We hebben hard gewerkt. Ja. Hè, Vivian? Ja. We hebben koffie gezet. Koffie gezet? Ja, was gevouwen. Oh, mooi. En komt Thomas. Hey, wacht eventjes. Ik heb de was gevouwen. Oh, niet jij. Thomas. Maar goed dat ik hierbij ben. Bij elkaar opgeteld was het vandaag wel een succesvolle dag. Ja. Ja, dus was geslaagd. En heb ik goed geholpen? Ja. Yes, duimpje omhoog. Mijn studiedag bij de Sales Praktijkroute zit er alweer op. En ik kan je vertellen, het was een stuk minder stoffig dan eigenlijk de algemene studies tegenwoordig. Omdat het heel veel praktijk is. Mocht je het nou dus leuk vinden om liever met mensen bezig te zijn dan de hele dag in de studieboek te zitten, dan is de kans groot dat dit jouw opleiding is. Wil jij nou meer weten over werken en leren in zorg en welzijn? Ga dan naar www.gavenzorgenwelzijn.nl.